Hey, ik ben Chesson, welkom bij een video hier op mijn kanaal Chesson. Vandaag ga ik iets doen wat ik nog nooit op mijn kanaal heb gedaan, namelijk we gaan op reis. We gaan niet echt op reis, we gaan op reis op mijn computer namelijk, want ik heb een spel, althans een spel, een site ontdekt die Erik, oftewel it's your boy Erik, naar mij toe heeft gestuurd. Namelijk Geogasser, en je moet je dus raden via een soort van Google Maps plek waar je bent. En je ziet het nu al geblurred om me heen dat het een foto is, maar we gaan nu laten zien wat ik dus moet doen. Dus we gaan nu naar het kleine facecam schermpje en dan zie je dat ik hier ergens ben. En ik moet dus raden door middel van deze kaart hier zo waar ik ben. Nu kan ik wel heen en weer gaan zoals je ziet. Dus dat gaan we nu ook gewoon doen om te kijken ja, waar dit is. Want het is natuurlijk echt gewoon onmogelijk om in één keer te raden. Dus we moeten eigenlijk even op zoek gaan naar een bordje. Kijk, daar zie ik een stad liggen. Dus laten we even snel naar de stad gaan. Om daar te kijken wat daar is. Kan ik niet gewoon sneller gaan dit? Nee, dat kan niet. Ik moet echt een bedoelde gemakkie. Kom op, even doorspammen. Zo. Kijken of we daar ergens iets van een bord kunnen zien. Oh, wacht. Hier stond een auto met een belettering erop. Waar de fuck is dit van? Kan je zeker net niet zien? Nee, fuck it. Het is de bedoeling dat je het natuurlijk zo dicht mogelijk op de plek van waar je bent het aangeeft op de kaart. Dat is best nog wel pittig moeilijk, want ja, zoals je ziet hier, je moet heel lang klikken voordat je natuurlijk iets kan zien. Kom op zeg. Nou, de nummerplaat kun je het ook niet echt aan zien, of wel? Nee, want die hebben ze uitgeblurred. Zit er een blank iemand in de auto of een donker iemand? Ja, dat kan je niet zien omdat ik er erg ben ingezoomd. Kan je nog uitzoomen? Oké, we moeten dus nog echt een heel groot stuk daarheen voordat we überhaupt daar zijn waar ik moet zijn. Het is in ieder geval niet ergens hier in de buurt, dat weet ik wel 100% zeker. Oké, staat hier wat op? Heel moeilijk om te lezen, maar ik denk, we gaan een guess maken dat het ergens hier in Amerika is. Dus ik ga hier zo voor, ja, Venezuela. Ik druk hier, ik heb geen idee, we gaan nu kijken, dus 3, 2, 1, make guess. Of ik het goed heb, oh mijn god, het zat aan de andere kant. Het zat in Zuid-Afrika, nou dat wist ik toen niet, ik heb maar 8 punten. We hebben bijna 10.000 kilometer van het goede antwoord. Heb ik geraden, dus I'm sorry. Oh shit, waar zijn we nu in beland? Zo, het is lekker weer zeg. Jongen, jongen, jongen. Hoe wil je hier... Ah, dit kan zo Nederland zijn, maar niet... voor de ga je naar weer, hè jongens. Even kijken. Laten we eens kijken wat dit is hier. Hey, is dit iets van Amerika? Nou, I don't know. Zo, het is wel heel slecht deze kwaliteit zeg. Ik weet niet welke Google auto hier heeft gereden, maar... Jesus Christ. Kan ik hier naar rechts halen? Hoe hierheen? Waarom kan ik niet hierheen? Er kan maar één weg af. Daar zie ik een bord. Denk ik. Of is dat een huis? Dit moet wel ergens in Amerika zijn, maar waar? Ik kan amper dit bord lezen, jongens. Zulke slechte kwaliteit is dit. Het ligt niet aan de video of zo hoor, maar... Oh mijn god, hoe moet ik nou raden waar dit is? What the fuck. Oké. Nou, mijn gevoel zegt weer ergens in Amerika. Maar het kan zo ook maar ergens hier zo in bijvoorbeeld Duitsland zijn. Nou, het weer te zien denk ik niet aan Amerika. Dus ga ik hier ergens voor in Europa. Ja, dat is sowieso ook weer fout. Ik denk ergens in Duitsland. Dat is mijn mening. I don't know. Oh, dat is zo slecht. Het was dus wel Amerika. Fucking hell. Waar was het precies? Het was ja, hier dus. Je ziet het wel, daar. Volgende map. Oké. Het weer ziet er hier in ieder geval al een stuk helderder uit. We schreven ook wel echt altijd de plek waar je van denkt van, wat de fuck is dit, jongens? Laten we eens even deze weg afstippelen. Wat is dit? View screen mode? Nee, return to start. Nee. Hier heb ik ook echt heel veel aan, jongens. Een heel mooi grasveld en een graanveld. Ja, er zijn zoveel graanvelden op de wereld. Dus, denk Google Auto dat je ons hier neerzet. Ja. Ik ga gewoon op de gok doen. Ik denk dat dit Australië is. Make guess. Australië. Ik denk Australië. Het is een fucking Praag. Dude, de vorige foto moest in Praag zijn, want dat zag er fucking weer, man. Jezus, dit is echt een Kutspel. Oké, we gaan er nog eentje doen. Die we wel zo goed als goed hebben, jongens. Toch. Alsjeblieft. Wat is dit? Waar? Oh my god. Ze geven ook overal een weg. Waar je dus nergens iets kan zien of iets. Oh my god. Waar? Dit kan ook weer in Nederland zijn, weet je. Het is maar net op wat voor dag het is gefotografeerd. Ja, dit is een onwijs lange weg. Kan je ook skippen of niet? Ja, deze palen hebben wij 100% zeker niet in Nederland. Ja, maar... ik denk dat dit Australië is. We gaan... Kijk. Stel als dit Australië is, hè. Dan was het net Duitsland, terwijl ik net eerst dacht dat het Duitsland was. We gaan kijken of het Australië is. Heb ik het goed? Denk het niet. 13.362,5 kilometer weg van waar ik heb geklikt. Het was weer ergens hier in, waar is dit? Roemenië. Fuck my. Ik weet niet dat Roemenië zulke mooie landschap had, joh. Ga ik daar eens een keer heen op vakantie. Oké, laatste map. En dan hebben we het zitten erop. Oh mijn god. Dit is sowieso Amerika. Kijk maar naar die bergen. Dit is sowieso ergens in Amerika. 100%. Ik ga hier niet eens op gokken. Moeilijk over doen. Ik denk dat dit ergens... Doet hier zo Texas of zo. Jongens, ik ben er klaar mee. Ik heb geen enkel ding goed geraden, zowat. Dus ja, ik ga dit view summary wel eens vaker proberen. Want het lijkt me wel lachen. Want ik heb hier echt gewoon op de raarste plekken gedrukt waar ik ooit kon drukken. Oh mijn god, Chester. Je bent ja, slecht in aardrijkskunde. Ik ga het spel aan mijn aardrijkskunde docent laten zien. Misschien dat we het wel in de hoe heet dat? In de les kunnen doen. We hebben 45 punten in totaal. Bij 100 likes ga ik dit vaker doen, jongens. Bedankt voor het kijken. Tot morgen om 3 uur bij weer een nieuwe video. Zoals ik zeg, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.